De conservering van haring, een belangrijk product voor Zeeland in de middeleeuwen, werd mogelijk door de uitvinding van het haringkaken. In ons land vaak toegeschreven aan Willem Beukels, zoon van Biervliet. Tegenwoordig wordt er niet meer aan boord gekaakt. Alle haring wordt diepvries aangeleverd en wordt machinaal gekaakt. Hier vindt feitelijk het kaken plaats. De haring wordt op de spies gedreven. Door de cirkelzaag wordt er een incisie gemaakt waardoor een gedeelte van de ingewanden makkelijk kunnen worden verwijderd. Dit is vooral om de smaak van de haring te beïnvloeden door middel van het rijpingsproces. En mede hierdoor vindt er ook een goede conservering plaats. Voor haring moet je tegenwoordig naar IJmuiden of Scheveningen. Wegens moderne regelgeving mag de vis alleen nog daar verwerkt worden. Dit staat misschien wel symbool voor de huidige staat van de visserij in Zeeland. Er varen nog maar weinig schepen de Zeeuwse vissershavens in of uit. Toch was de haringvangst in de middeleeuwen een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Zeeland. Met dank aan de uitvinding van het haringkaken. Inmiddels weten we dat deze activiteit al bekend was in Scandinavië. Toch verwierf in onze kontrijen Willem Beukels, zoon uit Biervliet, faam als de uitvinder van het haringkaken. Nu weten we dat hij niet het procedé uitvond, maar halverwege de 14e eeuw als eerste deze techniek op zee ging gebruiken. Doordat de haring aan boord al werd schoongemaakt en gezouten, kon men langer op zee blijven en meer vangen. En de vis kon nu ook geëxporteerd worden. Daardoor werden de schepen groter, kwam er meer haring aan boord, kwam er meer haring aan land. De steden groeiden op dat moment, er waren meer monden om gevoed te moeten worden. En Beukels is de man die aan dat proces heeft meegewerkt. En daarom staat dat standbeeld van Willem Beukels hier op de markt. We zien hem hier zo met een haring in zijn hand en met het kaakmes. Dat is het belangrijkste van Willem Beukels voor Vlaanderen en voor eigenlijk heel West-Europa. Dit is hoe er vroeger werd gekaakt. Met de hand, met een mes. Een gedeelte van de ingewanden worden eruit gehaald. En door het verwijderen van de ingewanden is de haring gewoon lang haalbaar. Door het haringkaken groeide de haringcultuur enorm. Omdat er op de schepen meer opslagruimte nodig was voor zout en gekuipte haring, ontstond er een groter type visserschepen, de haringbuis. In de 17e eeuw, bijna drie eeuwen na Beukels, zoon, was de haringvangst in de Nederlanden inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste tak van de visserij. En werd het ook wel de grote visserij genoemd. En Willem Beukels, zoon uit Biervliet werd een nationale held. Hier komen we dus bij het raam van Willem Beukels, zoon, het bekende Biervlietraam. Je ziet Beukels, zoon, in de tijd van de Republiek, net na de 80-jarige oorlog, gekleed in oranje bleu blanc. En je ziet naast Beukels, zoon, drie emblemen die ook op zijn grafsteen stonden. Dat is het kaakmes naast zijn hoofd, aan de buitenkant de gekroonde haring en daartussenin het logo van Beukels dat hij op de haringtonnen kerfde. Dat is dus zijn logo, een mast met twee ra's erop. In Zeeland was de visserij eeuwenlang een van de belangrijkste economische pijlers. Op dit bijzondere, maar nooit voltooide panorama van Walcheren uit 1550 zien we alom visserijactiviteiten. Met de ontwikkeling van steeds betere en grotere schepen, zoals bijvoorbeeld de Hoeker uit de 17e eeuw, kon steeds meer en steeds verder op zee gevist worden. Inmiddels vooral op kabeljauw. Met name in de 17e en 18e eeuw namen de Zeeuwen actief deel aan de walvisvangst. En aan het einde van de 19e eeuw kwam aan de Oosterschelde de mossel- en oesterteelt op. Tegenwoordig is de visvangst voor Zeeland veel minder belangrijk dan vroeger. Tot ver in de 20e eeuw was de haven van Breskens een en al activiteit. Nu gebeurt daar niet zoveel meer. Haring komt hier helemaal niet meer binnen. Ja, toen kon je in die haven hier over de schepen lopen. En nu, ja, er legt maar een handvol meer. Dus ja, dat heeft zijn weerslag op alles. Een coöperatie, visserijcoöperatie, dat eigenlijk niet meer uitkent. En een vismijn, ja, dat is ook allemaal, ja. Het is allemaal te mager. Hoe komt dat? Ja, regelgeving. Geen jonge aanwas. Van vissers.
Omdat het eigenlijk niet meer mogelijk is om te beginnen en om een schip te gefinancierd te kunnen krijgen. Ja, dat is toch zonde. Ja, dat is gewoon zonde. Uitstervend beroep. Hoppa, hier heb je een lekkere gerookte paling. Visserij en met name de haringvangst is vanaf de 12e eeuw heel belangrijk voor Zeeland geweest. Door het haringkaken op zee werd de vis een voornaam Zeeuws exportproduct. En dat heeft hij hier geïntroduceerd. Willem Beukelszoon van Biervliet.